Vandaag alweer deel 8 van een kijkje bij het Lohmann-orgel. En ik heb voor u vandaag een orgelpijper uitgehaald, een tongwerk, om u te laten zien hoe dat nou werkt. Dat pijpje wat op de bank ligt, dat staat normaal in dit houten blokje, dat noemen we ze een stevelblokje. En daar komt de lucht doorheen. En dan komt die terecht, hier zo. En dan ziet u hier een tongetje. En daar wordt de lucht doorheen geblazen. En dat tongetje dat gaat dan een beetje heen en weer. Dat ratelt dan. Het geluid kan nergens anders doorheen. Al zo dat tongetje. En dat komt dan in deze beker. En daar komt het geluid uit. U ziet, die is gewoon open. En die beker, dat noemen we de schalbeker. En ja, die heeft eigenlijk dus, zeg maar... Ja, het is een soort megafoon die versterkt het geluid dat hier door het tongetje gemaakt wordt. En nou ziet u dat daar ook een haak op zit en die zit geklemd op dat tongetje. Nou, dat is waar de organist zijn tongwerken mee kan stemmen. Als ik dit ding naar beneden sla, dan wordt het tongetje wat kan trillen, wordt kleiner. Dat betekent dat de toon hoger wordt. En als hij dus verder naar boven gaat, dan wordt de tong langer en dan wordt de toon lager. En u kunt het ook zien hier aan de pijpen. Hier staat bijvoorbeeld de kleinste, dat zijn de hoogste tonen. En dus dat, deze helemaal rechts, dat is de hoge E. Dan krijg je hier de D, hier staat de C, hier staat de bes, de as, vies enzovoort. En dan gaan we zo naar het midden toe. En dan ziet u daar de grote pijpen. En dan hier bouwt het weer af en dan wordt het weer wat kleiner. Hier staan er weer wat kleinere pijpen. U ziet hier ook de andere pijpjes staan. U ziet hier hele kleine pijpjes. Dat zijn de allerhoogste toontjes. Maar u ziet hier ook pijpen met, die zijn aan de bovenkant open, maar er zijn ook pijpen. Je ziet hier met een dekseltje erop, met een pijpje erop, dat is de roerfluit, dat noemen ze het roer. Die hebben ook allemaal weer een functie. Ook daar ziet u open pijpen, maar ook weer pijpen die gedekt zijn. Dat zijn dus de pijpen die een octaaf lager klinken. En ik zal u ook zo even wat laten zien, zo tussen de pijpen door. En dan ziet u daar houten pijpen staan. En dan helemaal vooraan, daar staan de frontpijpen. Die ziet u dus als u beneden in de kerk staat. En dan ziet u, ja, kijk of ik dat zo, aan deze gedeelte ziet u dat er stukken uitgesneden zijn. Dat heeft niet zo veel te maken met dat men zuinig was op het materiaal. Maar meer eigenlijk vanwege het feit dat die pijpen die in het front staan, kijk of u het zo een beetje beter kunt zien, ja, die zijn te lang voor de toon die ze moeten geven. Want ik heb gisteren uitgelegd dat een grootste pijp van dat register moet 2,40 meter zijn. En die pijpen zijn langer. Dat betekent dus dat die toon lager zou klinken. En dan, ja, dan past die dus niet meer in het register. En dan halen ze aan de achterkant, snijden ze dus materiaal eruit, zodat we toch het klinkende gedeelte op 2,40 meter krijgen. Nou, ik ga u nou laten zien hoe we dat doen. Dus ik zet even het tongwerk, leg u even neer. Kijk, nou staat hij er weer in. En dan hebben wij een zogenaamd stemijzer. Dat heb ik hier zo liggen. En dan leg ik met een loodje, leg ik zeg maar een toets vast. Zo. Dan trek ik een register open, de octaaf 4. Dat is het stemregister. En dan de trompet erbij.